En die kanje heet Marcel. Is Marcel dan een jongenskip, oma? Ja, Peppa. Hij is een haan. Hij is verschrikkelijk. Hij graaft al mijn groenten uit. Marcel doet geen vlieg kwaad. Ik heb hem vliegen zien eten. Bleh. En hij heeft mijn sla gegeten. Jullie wilden de sla van Open helemaal niet opeten, of wel? Toch niet als er ook lekkere mais te eten is. Kom maar, deze kant op. Peppa en George, willen jullie mais aan de kippen voeren? Ja, graag, oma. Kijk eens, kippetjes. Eet maar. Oeh, hebben jullie daar een speelhuisje? Dat is het kippenhok. Daar leggen de kippen hun eieren. Eieren? Maar ik zie helemaal geen eieren. Nog niet, maar die zullen snel komen. Thuis bij opa en oma Big is het bedtijd voor Peppa en George. Zouden de kippen nu al eieren gelegd hebben in het hok, oma? Misschien morgenochtend, Peppa. Hoe weten we wanneer het morgenochtend is? Dat vertelt Marcel. Ga nu maar lekker slapen. Welterusten. Het is ochtend. Ja, dat is Marcel. Dank je wel dat je ons hebt gewekt, Marcel. Goedemorgen, Jamila, Sarah en Vanessa. Hebben jullie eieren voor ons? 1, 2, 3, 4. 4 eieren, oma. Nu hebben we eieren voor het ontbijt. Dank jullie wel, Jamila, Sarah en Vanessa. Mijn talent is gitaar spelen. Wow. Daar zijn de ouders om hun kinderen op te halen. Vergeet niet om iets te bedenken voor de talentendag morgen, kinderen. Het is bedtijd voor Peppa en George. Ik kan nog niet naar bed, papa. Ik heb nog geen talent om morgen te laten zien op school. Maar jij hebt heel veel talenten, Peppa. Ja, ik kan heel goed springen. En ik kan zingen. Twinkel, twinkel, kleine ster. En ik kan dansen. Hoe moet ik nou 1 talent uitkiezen? Ik ben goed in zoveel verschillende dingen. Rustig maar. Je kunt het morgen beslissen. Oké. Het is talentendag. Mijn talenten zijn springen, zingen en ik kan goed dansen. Ik heb ze gisteravond allemaal geoefend thuis. Ik heb gisteravond toevallig geoefend met televisie kijken. Ja, maar dat is geen talent. Dat heeft mevrouw Gazelle zelf gezegd. Wat moet ik dan doen? Wie van jullie wil als eerste zijn talent laten zien? Henkie, hond. Ik kan heel hard trommelen. Zal ik nog veel harder trommelen? Nou, dat was praktisch, Henkie. Nee. Pedro, pony, wat is jouw talent? Goocheltrucjes. Hier staat een glas met water. Het is nat en doorzichtig. Nu ga ik dit water hier laten verdwijnen. Doe nu je ogen dicht. Doe je ogen open. Het water is weg. Maan, maan. George doet alsof de bal de maan is. Hé, hey, ik speelde met die bal. Oh. Het speeltje van Olaf is op Peppa's hoofd geland. Dat ziet er leuk uit. Gaan jullie naar de maan? Dat is gewoon maar saai ruimtespeelgoed voor baby's, papa. Het is niet echt. Maar de ruimte is wel echt, Peppa. En er zijn echte raketten die naar de maan toe gaan. In het museum is een tentoonstelling over de maan. Zeg, zullen we daarheen gaan? Ja! Maar moeten we dan echt naar de maan toe gaan? Nee, Peppa, we gaan niet naar de maan. We gaan naar het museum. Oké. Dit is het museum. Hallo allemaal.
Komen jullie voor de maantentoonstelling? Oh. Ja, mejuffrouw Konijn. 5 kaartjes graag. Alstublieft. Veel plezier met de reis naar de maan. Oh, dus we gaan toch echt naar de maan toe. Nee, Peppa. We doen alsof. Hierheen voor de reis naar de maan. Meneer Konijn doet de rondleiding. Oeh. Klaar voor de lancering? We doen toch wel net alsof, of niet? Precies, Peppa. We doen net alsof. 5, 4, 3, 2, 1, lancering. We leven op een planeet. Weet iemand hoe die heet? De aarde. Heel goed. Ja, ik weet heel veel van ruimtedingen. Er zijn 7 andere planeten die rond onze zon draaien. Weet iemand ook hoe die heten? Mercurius. Oh, heel goed, Olaf. Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Olaf weet heel veel van de ruimte. Ik ben een echte slimmerik. Hemel! Papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa. Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk! Veeën, bloemen, hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapjeboek. Nee, ik wil geen rood aapjeboek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet. Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee. Hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Oeh. Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw, nog een keertje. We kunnen het lenen en het thuis lezen, Peppa. Maar ik wilde eigenlijk liever dit boek of dit boek. Je mag wel 3 boeken meenemen, Peppa. Yippie! Maar je moet niet vergeten ze op tijd terug te brengen. Ja, mejuffrouw Konijn. En u moet ook niet vergeten om uw boek terug te brengen, papa Big. Ik zorg wel dat papa eraan denkt. Ja, Peppa, dat geloof ik zeker. Vier ijsjes, alstublieft. Welke smaken wilt u hebben? Mint, sinaasappel, aardbei en blauwe bessen graag. Oké. Kijk eens wat ik hier heb. IJsjes! Oh, dat zijn onze lievelingskleuren. Inderdaad. Groen voor mij. Oranje voor mij. Aardbei rood voor mij. En George heeft... Wauw! Jam, jam, jam. Lekker. Kijk. Daar is de zon weer. En kijk eens wat er nog meer is. Een regenboog. Peppa en George zijn dol op regenbogen. Je ziet alleen een regenboog als de zon schijnt terwijl het regent. Oeh. En kijk, al onze lievelingskleuren zitten erin. Ja. Rood en oranje en groen en blauw. En weten jullie wat je aan het eind van een regenboog vindt? Nee. Daar vind je een schat. Oh, mogen we er dan nu meteen naar op zoek? Toe. Oké. De regenboog eindigt volgens mij precies op de volgende heuvel. Laten we gaan. Het is een zonne-regendag. De regenboog zegt dag. Regenboog, regenboog.
Rood, oranje en geel en groen, violet en blauw. Regenboog, regenboog, het is een zonne-regendag. We zijn er. Oh, waar is onze regenboog naartoe? Die staat nu bij de andere heuvel. Oh, stoute regenboog. Snel, we gaan er achteraan. Juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh nee, Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet. Maar de hoest gaat zo. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig. Maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag! Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk. Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa. Ik ben nooit ziek. Zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben de belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka tjoeka! De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen. En wij willen liever ziekenhuisje en sprookjes spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Misschien kunnen jullie buiten gaan spelen. Maar zijn het spelletjes voor kleine jongetjes? En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modder poelen? Daar kan je bij in springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. Als papa Big hierin kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hierin... De garage van mijn opa. En dan helemaal hierin... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er.
Nu kunnen we gaan picknicken. Gekke papa. Dat is maar een tekening, hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte Kaktikke Kasteel. Oh. Op uw plaats, klaar, af! Hoera! Kom op, papa Pig. Jij houdt het wel. Kom op, Pig. Jij houdt het wel. De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen. Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Mogen wij maar kronkelwormen zoeken voor die composthoop van jou? Wat een goed idee! Kom mee, George. We gaan meer kronkelwormen zoeken voor opa. Een kronkelworm. Kronkel, kronkel. Kleine kronkelworm. Kleine kronkelworm. Hoe gaat het nou? Ik hou van jou. Kleine kronkelworm. Heel goed. Wees een hele brave kronkelworm. En maak alsjeblieft van de schillen compost. En dan gebruik ik de compost om... Ik weet het, ik weet het. Je stopt een zaadje in de grond en dan bedek je het met compost. En dan kan er een boom groeien. Ja, Peppa. Over bomen gesproken, wij moeten oma Big gaan helpen. Zij is fruit aan het plukken in de boomgaard. Wat is dat, de boomgaard? Daar vind je fruitbomen. Deze boomgaard was er al toen ik een biggetje was. Hallo, oma Big. Oma Big. Komen jullie me helpen met appels plukken? Ja, oma. Oh, de appels daar zitten veel te hoog. Wacht maar, Peppa. Opa en oma kennen een trucje om de appels te pakken. We houden allemaal de boom goed vast. We tellen tot drie en dan schud je de boom zo hard als je kunt. 1, 2, 3. Het regent appels. Oma, mogen wij misschien een appel, alsjeblieft? Natuurlijk, Peppa. Smaakt heerlijk. En weten jullie ook wat wij gaan doen met de klokhuizen? Konkel, konkel. Heel goed. De klokhuizen gaan op de composthoop voor de wormen. Heel slim hoor, George. George, Karel Konijn is hier. Georgie! Karel! Dinosaurus! Dinosaurus! Ah. Tot ziens, Karel! Ik kom je straks weer ophalen! George en Karel zijn beste vrienden. George! Kareltje! Jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito. En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Pomfrito.
favoriet. Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in Dinosaurusland. En Dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja, maar je moet wel snel komen. Ik ben de kapitein van deze boot. En als de kapitein zegt dat je iets moet doen, dan moet je het doen. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Polly Papagaai zegt alles na. George, hijs de vlag. George, hijs de vlag. Peppa, luid de bel. Peppa, luid de bel. Opa, mag ik de kapitein zijn? Alsjeblieft. Oké, maar een kapitein moet deze pet op. Nu is Peppa de kapitein en iedereen moet doen wat zij zegt. Luid de bel. Draai het roer. Ai, ai, kapitein Peppa. Spring op en neer. Kapitein Peppa is een beetje bazig. Misschien moet ik weer de kapitein zijn. We willen niet ergens tegenaan varen. Het sturen van een boot is best lastig. Maar gelukkig ben ik goed in sturen. Lieve help, de boot van opa Big is tegen een eilandje opgevaren. Opa, we zitten vast. Ik bel oma Big. Zij kan hulp halen. Opa Big heeft zijn mobiel in het water laten vallen. U spreekt met oma Big. Hallo? Hallo? Wij moeten dringend een boodschap aan oma Big sturen. Boodschap aan oma! Polly kan naar oma vliegen. Goed idee, Peppa. En ik kan Polly leren wat ze moet zeggen. Opa Big zegt... Opa Big zegt... Help! 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 Kijk eens aan. Dat was makkelijk. Opa Big zegt dat was makkelijk. Ach, ouwe sufkip. Ach, ouwe sufkip. Waar laat ik de bagage van Eline? In mijn kamer. Helemaal boven in het huis. Oh. En dit is allemaal voor één nacht logeren? Jazeker. Daarom heb ik maar een heel kleine tas voor mezelf ingepakt. Oh. Goed, Eline is hier om Nederlands te praten. Dus we moeten haar allemaal helpen. Jawel, mama. Eerst moet ik sorry zeggen, omdat ik niet zo goed Nederlands praat. Maar zo slecht is het niet, hoor. Dat is heel aardig, monsieur Big. Maar mag ik u iets vragen over Nederlands praten? Natuurlijk. Ik weet alles van praten. Vraag maar raak. Zijn in het Nederlands samengestelde werkwoorden onwelvoegelijk of voorzetselwoorden? Zeg, het is al best laat. Zullen we Eline's bed opmaken? Mama, mama, mag Eline bij mij in bed slapen? Met aan elke kant een kussen? Goed idee, Peppa. Peppa en Eline slapen ieder aan een kant van hetzelfde bed. Zo, kinderen. Tijd om te slapen. Het wordt morgen een drukke dag. Eline mag met jou mee naar school toe. Wauw! Dormez bien. Dormez bien is Frans voor slaap lekker. Ik ben nog helemaal niet moe. Laten we een liedje zingen om slaperig te worden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne le matin, sonne le matin. Door Eline's mooie Franse liedje valt iedereen in slaap.
Eline mag met Peppa mee naar school. Juffrouw Gazel, dit is mijn Franse vriendin Eline Ezel. Bonjour. Ah, bonjour Eline. Zoals ik al zei, ik laat de zaakjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, hey, blijf van mijn zaadjes af. Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk, we hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi. Ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig. Ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. Nog een heel klein stukje, papa. Voorzichtig, papa Big. Ja, ja. Ik heb hem bijna. Papa, is het water koud? Een beetje maar. Dan blaast de wind de bal uit de vijver. Dat is mazzel. Ja, dat is geluk hebben. De wind gaat nog harder blazen. Hou je muts goed vast. Oh nee, de wind heeft de muts van George weggeblazen. Rustig maar, George. Papa Big gaat je muts wel halen. Snel, papa! Kijk! Hij hangt daar in die boom. Dan klim ik erin en pak ik hem. Maar dit boompje kan jouw gewicht niet houden, papa Big. Oké, hoe krijgen we die muts dan terug? Simpel. Ik schud het boompje heen en weer. Ik denk dat ik wat harder moet schudden. Ik dacht dat zoiets alleen mij kon overkomen. Dit is niet grappig. Ik vind het wel grappig, mama. Inderdaad, wel een beetje grappig. Ja. Waar is de muts van George? Die zit bovenop je hoofd. Oh, hier is je muts, George. En nu goed vasthouden. De wind blaast alle blaadjes van de bomen. Kijk mij eens. Ik leun tegen de wind aan. De wind is sterk genoeg om Peppa overeind te houden. En ook om George overeind te houden. Papa, doe je mee? Ik denk dat ik te zwaar ben. Kom op, papa. Het is echt heel leuk. Goed, oké. De wind is zelf sterk genoeg om papa overeind te houden. Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Nee.
gaan nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt! Wauw! Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh! U heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Au. Au. Stoute meneer Krab. Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Oh! Weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja! We gaan nog een rotspoel bekijken. Is iedereen er klaar voor? Ja, papa Big. Kom, we gaan. Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Dit is het recyclecentrum van mevrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mevrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is mevrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude krant recyclen.
Oké, George. Dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waarom is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit. Oh nee, mejuffrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop, dat is onze auto. Wat? Meen je dat nou? Ja. Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging die hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje, Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo, Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo, Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Oh.